Maar ik wil je eerst vragen om naar Prins Sidon toe te gaan. Ik weet dat hij heel erg blij zal zijn om je het weer te zien. Prinses Sidon is in het Mipha Park op de Ploymusberg. Daar helemaal boven gaan we Sidon weer ontmoeten, jongens. Hey Rick, je was toch bij het Zora Paleis gebleven? Waarom sta je dan opeens weer hier? Op de plek waar het allemaal begon. En heeft Link nou gewoon een nieuwe outfit aan? Door omstandigheden heb ik even geen video's op kunnen nemen. Ik moest een kleine operatie ondergaan. Maar dat is het mooie van de Nintendo Switch. Je kan gewoon ook doorspelen in handheld. En toen heb ik dit Hylianse outfitje gevonden. Want als je hier afdaalt, dan zit er op een gegeven moment hier een gat in de muur. En dan kom je in de geheime koninklijke passage. En als je hier een beetje doorheen loopt, dan kom je allemaal van dit soort plekjes tegen. En hier liggen dan van die kistjes waar zo'n deel van een outfit in zit. Maar super nice, deze outfit is dus ook iets sterker dan de outfits die je koopt. En ik heb ook gelijk weer wat tempels gedaan, want je ziet dat ik heel veel hartjes erbij heb. Zo, en nu snel terug naar de Zoras. Vind je dit vet? Support deze serie dan met een duimpje omhoog. En vergeet niet te abonneren. En na de vorige video wist ik opeens hoe ik deze toren natuurlijk moest ontgrendelen. Kan ik een watervrucht hier gewoon neerleggen en dat slaan ofzo? Oh, dat werkt ook. Oké. Ik heb namelijk geen pijlen meer. Dus dat doen we er maar op deze manier. Hallo maat. Je hebt me gered. Dank je. Dat je mij, de commandant van de wacht van het Zora Paleis, op deze manier aantreft. Bah. Oh, hij schaamt zich een beetje. Hij heeft wel een vette outfit inderdaad. Dit slijkt heeft het Zora Paleis en de omgeving vervuild. Iedereen is ten einde raad. Ik was bezig met onderzoek en toen viel ik in de slijk. Alles stinkt. Bah, bah, bah. Hier, neem deze Zora speer als blijk van waardering. Oh, ik moet even ruimte maken. Dan doen we deze soldatenspeer wel weg. Maar ik dacht dus dat je... Dat ik nu... Oh, wacht. Oh. Ik dacht dat hij deze zou openmaken voor mij, maar dat moeten we ook zelf doen. Hatse flatsie. Kijk, easy. Dat is wel een van de makkelijkere torens. We kunnen nu gelijk naar de goede plek zweven misschien. Het is ook weer een heel koninkrijk hierboven, joh. Kijk, deze gekke bol. Oké, ik moet in ieder geval helemaal daar naartoe. Dus we gaan daar ook gewoon daar kijken. Wow, check dit. Wow, dit is superveel. Straks moet ik daar helemaal naar boven. Ik denk dat we gewoon even daar naar die tempel moeten gaan. Als ik dat tenminste haal, joh. Ik bedoel, mijn energie is al bijna op. Oh, misschien kunnen we daar naar dat puntje toe. Oké, dat gaan we denk ik net halen. Let's go. Let's go. Ja. Oh, we halen het echt net. Oké, dan kunnen we hier rustig omhoog klimmen. Even ook dit slijk weghalen. En de tempel activeren. Dan kunnen we de volgende keer hier naartoe warpen. Maar we moeten nog een stukje verder. We moeten hier zijn. Oh, dit is wel een mooi badje. Ja, dit is hoe het hele Zora Koninkrijk er eigenlijk uit hoort te zien. Met heel veel mooi water. Kijk, daar is die hoor. Wat ben je aan het doen, maat? Wat ben je aan het doen met het water? Hij is heel gefocust. Focus, focus. What up, man? Dit is Sidon, als het goed is. Had hij nou een fluit? Ja, hij heeft een fluit om zijn nek hangen. Ben jij het echt? Ja, joh, jij kent mij nog, hè? Wij hebben veel avonturen beleefd, Sidon. De prins van de Zora's. Ja! Nou, insgelijks man, ik ben blij dat ik hier weer ben. Want het is lang geleden, Link. Ik maakte me zorgen om je. Ik had namelijk gehoord dat je vermist was, maar wat is er gebeurd? Nou, uiteraard, ik leg het hele verhaal ook uit aan Sidon. Over het kasteel en Zelda en allemaal dat soort dingen, het hemelrijk. Sidon zegt, ik vroeg me af of het slijk dat hier naar beneden valt van die zwevende hemeleilanden kan komen. Ik heb een Zora-historicus opgedragen om de stukken van de ruïnes en de historische teksten over het hemelrijk te onderzoeken. Ik ben hier zelf te druk bezig met het slijk om zelf op onderzoek uit te kunnen gaan. Maar kijk, dit is dus de bron van het water dat naar het Zora-paleis stroomt. Ik gebruik mijn kracht waarmee ik water manipuleer om het schone water te scheiden van het slijk. Precies, dat dacht ik al, vriend. Als ik dit niet blijf doen, dan zal het vervuilde water naar het paleis vloeien en daarvoor grote problemen zorgen. Ik kan deze plaats niet verlaten. Als de hemeleilanden en de ruïnes iets te maken hebben met de verdwijning van Zelda, dan moet je die historicus even opzoeken. Ze heet Giotto, las ik dat goed? Giotto, die voert onderzoek uit bij het Totomeer, ten noordwesten van hier. Oké, Sidon, nou dan ga ik daar naartoe. Bedankt voor je hulp en succes met het zuiver houden van dit water, hè maat? Dus, ik moet naar het noordwesten. Oh, hier naartoe, dit is het Totomeer. Dat is die kant op, die kant gaan we opzweven. Let's go. En dan hopelijk kan die Giotto ons helpen. Oh man, de plant echt overal slijk neer, joh. Ja, ik moet sowieso naar boven straks. Net als bij de Rito's moeten we het hemelrijk in. Het sowieso moeten we daar naartoe. Wow, hier komt echt superveel uit de lucht. Oh, dit is dan ook het Totomeer, denk ik. Eens even kijken waar Giotto is. Oh, dat ziet er echt niet goed uit. Oh, daar boven. Daar staat ze, denk ik. Goor water. Hallo?
Ben jij Giotto? Oh nee, dit is Dunma. Gossie, ik snap niet dat hij als historicus zoveel risico's neemt. Het mag wel wat voorzichtiger tijdens zijn onderzoek. Oh, dat heb je niet gehoord toch? Ik zei dat tegen mezelf. Giotto zegt dat hij allerlei gevaarlijke dingen moet doen voor het onderzoek. Dit is de begeleider van Giotto. Oké, maar waar zijn die ruïnes? Dunma die zegt, oh, die opening daar. Door de ontwrichting zijn de kliffen ingestort. We kregen van prins Sidon gelijk de opdracht om onderzoek te doen. Oké, is goed. Ik ga ook daar naartoe. Yo, ben jij de man die ik moet hebben? Ja, dit is Giotto. Oh, hij ziet er wel echt een beetje boos en chagrijnig uit. Dit is een chagrijnig boze Zora, jongens. Of misschien niet. Misschien is het gewoon een vooroordeel van mij. Het is niet oké om een vooroordeel te hebben, jongens. Sorry, Giotto. Hij zegt, deze verfijnde stijl, dit schrift lijkt haast op de golven in de storm. Dit eeuwenoude stenen monument is lang geleden door onze Zora-voorouders gemaakt en aan ons nagelaten. Ga op het hemelvisland staan, een druppel, zodat de verborgen waterweg wordt onthuld. Oh, ja, dat is denk ik hierboven. Dan moeten we een druppel erop gooien. Sorry, Link, was ik afgeleid. Moet je horen wat voor geweldige ontdekking ik heb gedaan. Het probleem is dat het monument gebroken is, waardoor ik de tekst niet in zijn geheel kan lezen. Ik wil het herstellen, maar ik weet niet hoe. Ik denk dat die stukken hier ergens moeten liggen. Maar waar? Dat is de grote vraag. Ligt hier niet iets? Is dit... Oh, kijk, hij ligt hier gewoon naast. Oh joh, ik zat alweer veel te ver te zoeken. Zo? Zo, hoppakee. Volgens mij is dit ook gewoon het stuk in één keer. Hoeven we voor de rest niet moeilijk over te doen. Even zorgen dat die past. Dat is zo, en dan... ik vind het altijd maar zo'n gedoe, hè, dat je dit dan goed draait. Oké. Past die? Let's go! Ja! Hè? Zo, meneer. Nu kan je lezen, vriend. Waar moet je dit monument nou eens zien? Dankjewel voor je hulp. Ja, graag gedaan. Als jij me nou even kan vertellen wat erop staat. Ga op het hemelvisland staan en kijk rond. Tussen de zwevende rotsen hangt een druppel. Schiet een pijl met het koningsteken door de druppel, zodat de verborgen waterweg wordt onthuld, die tot het hemel reikt en de Zora's met het hemelvolk verbindt. Fantastisch, een verborgen waterweg die tot de hemel reikt. Dat betekent dat we hoog in de lucht kunnen reizen. Maar er wacht ons weer een ander mysterie. Na het oplossen van het eerste probleem duikt er gelijk een volgende uitdaging op. Er wordt naar een koningsteken verwezen. Misschien kun je koning Dorfen vragen wat hij erover weet. Dorfen komt als het goed is heel snel terug van zijn onderzoek. Nou, top, dan gaan we weer naar het Zora Koninkrijk. Ik heb toch ook pijlen nodig, want die zijn weer eens op. Ik kom vaker pijlen tekort dan wapens in deze game, jongens. Kijk hoe groot het Zora Paleis ook is. Het begint eigenlijk hier gewoon al, met deze buitenring. Koning Dorfen, zit je op je troon daar in die gigantische vis? Wat een mooie route zo. Oké, ik kan me hier gewoon laten vallen. Let's go, een beetje zweven nog, zodat we niet te pletten vallen. Koning? Waar is de koning? De koning is in gevaar. Zij zijn een spelletje aan het spelen. Deze drie kleine Zora's. Dit zijn wel helden. Ik verstop me in een geheime verstopplek. Die plek is... Nou, dat krijg ik precies niet te horen. Oh, ik moet weggaan. Ja, dude, ik ben op zoek naar de koning. Wie kan mij vertellen waar de koning is? Oh, ik kan het gewoon aan deze persoon vragen. Aan Torfo. De koning doet onderzoek naar het slijk. Maar ik hoop dat we hem gauw weer terugzien in een troonzaal. Ja. Daar was ik net. Maar daar waren drie kleine koters. Ja, daar schiet ik dus helemaal niks mee op, hè. Kunnen jullie mij helpen? Jona. Oh, Jona is deze patiënten aan het genezen. Blijkbaar gaat het niet zo goed met hun. Hallo, Jona. Ik wil het met je hebben over een van de eigendommen die we hier in het paleis hebben. Het Zora-panzer. Oh, dat is beschadigd, het Zora-panzer. Het is bijna gerepareerd, maar we hebben nog één ding nodig. Een schub van de eeuwenoude Arowana. Ik heb echt geen idee waar ze leven, omdat ze tegenwoordig nergens meer tegenkomen. Maar misschien weet de smid er meer over. Oh, kijk, ik heb er al één gevonden ergens. Hoppakee. Nou, dat is lekker. Ik heb hier een eeuwenoude Arowana voor je. Hiermee kan ik het Zora-panzer repareren. Ik ga ermee aan de slag. Nou, dit is lekker, hè? Wat een toeval. Krijg ik nou gelijk nieuwe kleding van jou? Het is gerepareerd. Ja, hier is het Zora-panzer. Daarmee gaat je zwemsnelheid omhoog. Dat is wel lekker, man. Oh, en je kan tegen watervallen opzwemmen. Ja, kijk, dat is toppie. Oh, die hadden we denk ik wel nodig. Kan ik dan... Oh, nee, dat... ik wou net zeggen. Ik dacht even dat ik daar ook gewoon naar boven kan, bij dat slijk. Maar dat kan dus blijkbaar niet. Maar wel dat soort watervallen. Nou, dankjewel. Die gaan we gelijk eens even aantrekken. Hoppakee. Ja, het ziet er goed uit, Linky. Kun jij mij vertellen waar Dorfen is? Moet ik nou naar Sidon toe? Oh, ik moet stiekem gaan luisteren. Oh, wacht even. Ik moet hun stiekem gaan afluisteren. Oh, dan moet ik via de achterkant naar binnen, denk ik. Dat gaan we doen. Kijk, ik kan natuurlijk nu bij tegen deze watervallen opzwemmen. Let's go, Link. Ja, dit is super cool. En dan kan ik zo de troonzaal in. Heel stilletjes. En dan luisteren. Ik ben deze kleine koters te slim af. Het is gelukt, maar het slijk is heel dik. Koning Dorfen, alsjeblieft. Wat als je naar die plek zou gaan om jezelf te verbergen?
Hey, je moet het wel goed doen. Ik kan niet zowel Mutsu als het monster spelen, niet alleen. Ja, deze drie kinderen zijn gewoon een spelletje aan het doen. En eentje doet alsof hij de koning is, maar die moet nu dus twee rollen gaan spelen. Wat zou die plek zijn waar koning Dorven zich verstopt? Ik heb het koning Dorven al eens gevraagd, zegt Tumbo. Was het het kristallend waterparadijs of zoiets? Kristalwater. Zou het een plek zijn waar ontzettend schoon water stroomt? Maar al het water in en rond het paleis is vervuild geraakt door het slijk. Waarschijnlijk. Ze zeggen dat er schoon water stroomt ergens tussen de Ploymus Berg en het paleis. Je kunt er alleen via een geheime ingang komen achter de waterval. Dus een geheime ingang achter de waterval met schoon water. Oké. Okay. Ze mochten het aan niemand vertellen. En ze denken dat niemand het gehoord hebben. Ik heb het lekker wel gehoord. Ik zal doen alsof ik het niet gehoord heb, oké? Okay? Oké, okay, de Ploymusberg. Waar is dat? Oh, ik moet hier... Oké, okay, het staat gewoon denk ik op de kaart waar ik naartoe moet. Of nee, dit was bij het Totomeer. Waar is de Ploymusberg? Rutogebergte, Brongebergte. Oh, hier is de Ploymusberg, oké. Okay. Tussen het kasteel en de Ploymusberg via een waterval. Zou dat dan hier... Ja, dat moet dan hier zijn of hier of hier of hier. Ik ga gewoon als eerste naar deze waterval. Let's go. Ja, dan moeten we al die watervallen omhoog. Oké. I freaking love the Zoras. Go, 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 Link. Oh, dit is zo handig. Dan hoeven we ook niet meer elke keer alle bergen op te klimmen. Ik ben heel blij dat ik nu dit pakje heb, hoor. Hotseflots. Ja, dit is top. Dit is geweldig. En dan gelijk door naar de volgende. Lekker, man. Oké, we zijn dus op zoek naar koning Dorven. Die zich ergens zou moeten bevinden achter een waterval. Oh, zou het achter deze waterval gewoon gelijk zijn? Ik zie daar wat. Ja, ik zag daar wat. Maar ik ga eerst even omhoog, want ik heb bijna geen energie meer over. Zo, hoppakee. Kunnen we nu naar beneden? Maar hier is wat. Nee, ga... Link. Kom, Link, ga nou even... Oké. Ga maar gewoon lekker zo in het water. Wat ze vlot. Pak even een schokforelletje. Heerlijk. Moeten we tegen het water inzwemmen? Want volgens mij is het gewoon hier. Hier is het, hoor. Sowieso. Dit is de plek. Oh, dit hebben we vrij snel gevonden. Toppie. Gaan we weer verder omhoog? Ja, daar is die. Koning Dorven, die zit hier een beetje te peinzen en zijn leven te overdenken. Of zit hij gewoon te slapen? Hé, luiwammes. Yo, Mutsu. Je bent ook oud geworden, hè? Halt, wie is daar? Oh, het is Link. Hoe heb je deze plek nou weten te vinden? En wat voer je in je schild? Oh, kijk, hij zit ook helemaal onder het slijk. Oh, het gaat helemaal niet goed met de koning. Dorven! Dag, Link. Dat is een tijd geleden. Ik hoorde dat jij en Prinses Zelda beide vermist waren. En wat brengt je hier? Nou, weer alles uitleggen, net als aan Sidon. Oh, en Mutsu die gelooft ons niet. Die denkt dat wij liegen. Oh, maar hij heeft ook Prinses Zelda gezien direct na de ontwrichting. Met zijn eigen ogen. Ja, dat was weer die neppe Zelda. Dat is niet de echte Zelda. Dorven zegt ook, ik zie geen verraad in de ogen van Link. Hij is en blijft een trouwe vriend van de Zoras. Er moet een verklaring zijn voor wat er is gebeurd. Ik zal je vertellen wat er gebeurde toen we Zelda zagen. En waarom ik me hier in het Kristalwaterpaleis schuil hou. Ik heb Zelda ontmoet vlak nadat kasteel Hyrule in de lucht begon te zweven. Er verschenen allemaal hemeleilanden in de lucht. En er kwamen slijk en stukken van ruïnes naar beneden. En toen Mutsu en ik het paleis hadden verlaten om polshoogte te nemen, gebeurde het. Prinses Zelda kwam samen met een slijkmonster uit de lucht naar beneden. En opeens stuurden ze dat monster op ons af om ons aan te vallen. Ja, dat doet Zelda niet. Dat is onzin. Dat kan helemaal niet. Er zit alleen maar goed in Zelda, geen kwaad. Dorven wist het monster wel te verslaan, maar tijdens de gevechten zijn door het slijk aangetast. En voordat we het door hadden, was Prinses Zelda alweer verdwenen. Als bekend zou worden dat koning van de Zoras door een waanzinnig geworden Prinses Zelda is verwond, dan zou er ongetwijfeld paniek uitbreken onder het volk. En daarom zijn wij nu hier in dit kristalwaterpaleis. Voor de Zoras is er één ding kristalhelder. Alles is uit het hemelrijk neergekomen. Deze ramp spoedt het monster en zelfs Prinses Zelda. Het is waarschijnlijk dat het antwoord op onze vragen in het hemelrijk te vinden is. Sidon heeft Giotto, dat is die historicus, opdracht gegeven om onderzoek te doen. En ik ga nu uitleggen wat hij heeft gevonden. En over die koningsteken en zo, dat we een pijl moeten schieten. Op het stenen monument dat je tot zijn oorspronkelijke staat hebt teruggebracht, werd het koningsteken vermeld. Ik was me daarvan bewust. Het koningsteken is de schub van de Zora-koning. In onze oude ceremonies wordt er naar verwezen, maar niemand weet hoe ze in die tijd zijn gebruikt. Maar als mijn schubben je kunnen helpen, gebruik ze dan gerust. Neem er zoveel als je wilt. En laat me weten als je meer nodig hebt. Ik heb gewoon zijn schubben nodig, joh. Dit zijn de koningsschubben. Aha. Dorven die denkt, ik word een dagje ouder. Ik ben verslagen bijna door een monster. Het wordt misschien tijd om af te treden en Sidon op de troon te laten zitten. Maar dat gaan we doen nadat deze slijkcrisis achter ons ligt. Ik moet nu naar Sidon om hem te vertellen over de koningsschubben. En over Donovan zelf. Maar dat hij zich geen zorgen hoeft te maken. Nou, het ziet er niet zo heel goed uit, vriend. Sorry dat ik het zeg. Zo, ik ga even hier uit deze tempel.
Die is knijterhoog, maar er is hier ook een waterval. Dan gaan we gelijk richting Sidon. Hoppakee. Nog een watervalletje. Ja, dit schiet wel op zo. Lekker zeg. Ja, Sidon is hierboven ergens. In het Mipha Park. Ja, mooie naam ook hoor. Potverdorie, ik mis Mipha. Sidon, ik heb Donovan gevonden. Ik heb schubben gekregen. Ga je me helpen, vriend? Wat? Is mijn vader door een monster aangevallen? En Prinses Zelda heeft hem op hem afgestuurd? Nee, dat is neppe Zelda. Bedankt dat je over mijn vader hebt verteld. We weten dat het koningsteken dat op het monument werd genoemd de schub van mijn vader is. Nu moeten we nog uitzoeken wat het hemelvisland is. De zwevende rossen en de druppel die je daar kunt zien zijn. Wie weet leidt het een tot het ander. Het hemelvisland klinkt als een locatie. Als ze die plek weten te vinden, dan zullen we vast ook begrijpen wat er met de druppel wordt bedoeld. Oké, dus het zit in het hemelrijk en we zijn... Oh, kijk eens. Dit ziet eruit als een viseiland. Yo, maar daar heb ik wel even pijlen nodig. Oh, kijk, ja, de winkel die bestaat weer. Dankjewel, eindelijk weer pijlen. Zo, dan ga ik even de lucht in vliegen vanaf die uitkijktempel. Toren, bedoel ik. Waar is dat viseiland? Oh, die is wel echt heel ver weg. Dan moet ik denk ik helemaal eerst hier naartoe. Ik ga wel de goede kant op als ik die kant op ga. Maar ik moet daar omhoog. Hoe kom ik daar? Ik heb hier een lager eiland, maar vanaf hier kan ik daar nooit naartoe. Er ligt hier een kistje met een oude kaart? Maar het is een oude kaart voor het Nederrijk. Ja, dat is leuk, maar daar heb ik nu even niks aan, denk ik. Zou die bol ermee te maken hebben? Ja, daar kan ik ook niet komen. Ik ga even terug naar Mipha Park, want daar staat toch een bolletje. Misschien moet ik daar wel doen. Volgens mij kan ik via die toren daar niet komen, want ik kan er niet hoog genoeg de lucht in. Is dat viseiland? Dat is volgens mij viseiland. Ja. En via deze waterval kan ik wel naar boven, werd gezegd. Hier kan je niet tegenop zwemmen, tegenover die dikke meuk, maar tegen die dunne water wel. Lekker Nederlands, die dunne water. Ja, daar gaan we naartoe. Ik kan er gewoon in vliegen. Lekker. Ik dacht, hoe kom ik hier dan in? We zijn op het dansende schubbeneiland. Oh my god, daar ligt hier wel heel veel meukie. Oké, leg maar zo'n vruchtje neer. Hoppakee. Mijn zwaard met barnsteen is wel bijna kapoend. Oké, ik denk dat ik dit hier ook weg moet halen. Gelukkig heb ik best wel veel watervruchten, dus dat is nice. Come on! Oh, mijn zwaard is kapot. Ik moet dus op zoek naar een traan hier ergens. Oh, daar is die. Dit is de traan. Kijk, dan moet ik dus een pijl pakken. En dan moet ik zo'n koninklijke schub aan toevoegen. En die moet ik er doorheen schieten. Ik heb echt kapot veel items. Jemig. Oké, waar is die schub? Hier is de koningsschub. Ja, en die schieten we er dan doorheen. Zo. Kijk. Is dit een portal of zo? Wat is dit? Wat is dit voor ding? Het is een... Oh, het heeft nu echt een... Het is een superpijl geworden. Die gaat helemaal naar beneden. Oh, en... Zou het dan nu hier helemaal schoon worden? Wat? Dit is vet. Dit is vet. Ik weet niet wat er gebeurt. Van het water tot het licht missie is nu voltooid. We moeten daar naartoe springen. Heel nice. En dan gaan we zien wat daar gaat gebeuren. In de volgende aflevering. Dus doe een duimpje omhoog. Vergeet niet te abonneren. En dan zie ik je gewoon daar. Langzaamaan gaan we deze game gewoon uitspelen. Mazzel.